Hoi allemaal, welkom. We wachten nog een paar minuutjes dat we wat nog mensen de kans geven om binnen te komen en dan gaan we zo meteen beginnen. Oké, laten we starten. Nogmaals welkom allemaal bij Groene Peper, de webinar Educatie als pijler voor inclusiviteit in de digitale sector. Dit is de tweede online editie van Groene Peper. En het is de plek om meer te weten te komen over duurzaamheid in het onderwijs van de toekomst. En we hopen dat dit ook de plek is voor jullie om je te laten inspireren en verbinden op het gebied van duurzaamheid met experts, studenten, facilitair managers, ICT-coördinatoren en docenten uit het MBO, HBO en WO. Ik zie dat we vandaag 22 mensen hier hebben, dus super fijn dat jullie er zijn. En dat jullie wat tijd spenderen online om wat meer te weten te komen over deze onderwerpen. Ja, deze virtuele editie kun je naar je eigen keuze deelnemen in verschillende sessies. En we hebben er nog een paar vandaag. En ook morgen is de laatste dag op vrijdag 28 mei een keynote. Waar we ook de duurzame lekt van het jaar gaan laten zien in de Rachel Carson afstuurprijs en de Sustainable. Dus nog even kort wie er nou achter de groene paper zitten. Oh, het ziet er een beetje gek uit. Ik weet niet zo goed waarom. Dit is het team wat erachter zit en het is een initiatief van een samenwerking van verschillende partijen. Het Groene Brein, de RVO, Duurzaam MBO, Helikon, SURF, Morgen en Green IT SJJ. Nou, dat is ook waar ik onderdeel van ben. Ik werk sinds januari bij Green IT en SJJ, de Sustainable Digital Infrastructure Alliance. En ik zal vandaag deze discussie modereren. En we zijn super trots op de sprekers die vandaag zijn gekomen voor deze sessie. Ik zal hun straks ook even uitgebreid introduceren. Nog even twee mededelingen voordat we starten. Het webinar wordt opgenomen, dus mocht je niet in beeld willen, doe dan eventjes je camera uit. En we hebben een chatfunctie natuurlijk en we hebben een geweldige host die ons vandaag gaat helpen. Zijn naam is Robert Hoefnagel. Als je misschien een vraag hebt over iets technisch of het lukt even niet met Webex, stuur hem dan even een privéberichtje. Hij zal ook de chat modereren, dus als er vragen zijn, schroom niet om ze te stellen en ja, gebruik het vooral. We zijn heel benieuwd naar wat jullie allemaal te zeggen hebben. Dus ja, dat. Even kijken. Na afloop van deze sessie, na afloop van het hele groene paper eigenlijk, wordt deze sessie ook nog online een keertje neergezet, waarschijnlijk in de tweede week van juni. Ja, en dat is het eigenlijk. Dus laten we beginnen. Waar gaan we het vandaag over hebben? Nou, we hebben dus als titel vandaag Educatie als pijler voor inclusiviteit in de digitale sector. En het is een sector die enorm aan het groeien is en waar veel potentieel zit op het gebied van verduurzaming. En we hebben in Groene Peper eigenlijk al heel veel sessies gezien die ook wel met digitalisering en IT te maken hebben. En wij willen graag een stap dieper gaan op deze sector en het probleem van diversiteit, maar vooral ook de oplossingen. Hoe kunnen we dit probleem gaan oplossen? En dat willen we dus gaan belichten met twee bijzondere sprekers. Als eerste hebben we Geke. Geke, misschien kun je even zwaaien. Ja. Geke is de oprichter van Rightbrains en dat is het online platform dat vrouwen en omgeving biedt om inspiratie en kennis en carrièreontwikkeling op te doen in digitale technologie. En ze is sinds 2004 ondernemer en marketeer en heel erg geïnspireerd door snelle veranderingen in de digitale technologie. En sinds 2010 ontwikkelt zij initiatieven die een bijdrage leveren aan het verbeteren van de instroom en doorstroom van het aantal vrouwen in de digitale technologie. Dan hebben we ook nog Janita.
Ja, en zij is de head of data bij Eurofiber Groep. En dat is een sterk groeiende organisatie waar data van cruciaal belang is. En binnen Eurofiber heeft zij een divers team opgezet om data management en data-gedreven mindset te verankeren. En ze heeft ook interesse in duurzaamheid en de oplossingen die dat kan bieden voor de IT-sector. En zij is ambassadeur van Rightbrains, de organisatie van Geke. Nou, dat zijn de sprekers vandaag. En ja, dus als jij vragen aan hun hebt of iets wil zeggen, schroom niet om dat in de chat te laten weten. En zo kun je ook een beetje meedoen met de discussie. Dus laten we even kijken, wat is de huidige stand van zaken en wat is dat probleem waar we het eigenlijk over hebben? Nou, inclusiviteit en diversiteit is een steeds duidelijker probleem waar we met z'n allen aan moeten werken. Het is vooral de verhouding tussen het aantal mannen en vrouwen dat verre van gelijk is in dit werkveld. En waarom is het eigenlijk een probleem? Dat komt omdat, ja, dat is een probleem omdat het belangrijk is om iedereen te gaan betrekken bij die digitale innovatie, de wetenschap en het bedrijfsleven, in verband met de enorme groei die deze sector doormaakt. En zoals het thema van vandaag zegt, duurzame skills zijn heel belangrijk, digitale skills zijn heel belangrijk, omdat dit een groot onderdeel gaat zijn van onze samenleving. En we worden er gewoon beter van in de toekomst, ook als we diversiteit en inclusiviteit is hier een heel belangrijk onderwerp. En wanneer er ruimte voor verschil gecreëerd wordt, gaat het verduurzamen op in een organisatie beter. Wat dus een win-win situatie is. En wat wel belangrijk is om te weten, we gaan in deze sessie het probleem niet oplossen, want het is natuurlijk heel erg complex. Maar wat we wel hopen te doen is om samen wat bewustzijn te gaan creëren. En om mensen te inspireren om hoe we dit probleem kunnen helpen oplossen. Daarom hebben we ook ja, deze inspirerende sprekers vandaag die wat meer gaan vertellen. En ik was gewoon benieuwd, wat is volgens jullie het probleem? Misschien, wat is de kern van het probleem? Geke, misschien wil jij beginnen? Hoe de kern van het probleem, dat is heel complex. De kern van het probleem, hè? Dat hebben we besproken. Dat zit eigenlijk op heel veel gebieden. En ik denk een van de grootste ja, redenen waarom vrouwen in Nederland, vooral in Nederland, ja, zo weinig kiezen voor dit werkveld, zit ook heel diep in onze cultuur. Dus daar begint het eigenlijk al. Wij stereotyperen, er is veel onderzoek gedaan in Nederland dat meisjes bijvoorbeeld niet goed zijn in techniek. Wij worden opgevoed door onze ouders om een studie te kiezen die je leuk vindt. Hè? In Oost-Europese landen, hè, waar er ook communisme, zeg ik altijd, heeft één ding goed gedaan. En dat is dat mannen en vrouwen, en die gelijkheid die was er, we moesten werken. En je moest kiezen voor een studie waar je geld mee ging verdienen. Nou, in Nederland is dat heel anders. Onze economie is natuurlijk na de Tweede Wereldoorlog booming geweest. Dus dat, hè, onze hele cultuur is er eigenlijk niet op ingericht om vrouwen te laten kiezen voor dit werkveld. En dan, ja, en dan komen we in het onderwijs. Nou, dat sluit natuurlijk totaal niet meer aan bij de markt. Ja, en waar heeft dat dan mee te maken? Ja, er wordt gewoon door de overheid veel te weinig, vind ik, geïnvesteerd in. In salarissen bijvoorbeeld van leraren, van docenten. Als wij, er zijn veel te weinig mensen die dit vak beheren. En dan ga je dus ook met de commerciële markt ga je concurreren. Dus ja, Mona Keijzer moet echt een salaris omhoog gaan doen. En die gaan investeren in dat onderwijs. Ja, en dat is lastig als je een bestuurder hebt van ons land rechten heeft gestudeerd bijvoorbeeld. Dus nou, daar hoor je al een hele duidelijke mening van mij. Ik vind dat de overheid, als er wat moet gebeuren, ja, weet je, daar moeten gewoon hele grote interventies gedaan worden. En nou ja, dan kom je op bedrijfsleven, hè? Dus ik heb zeg maar maatschappij, overheid, bedrijfsleven. Ja, en dat heeft er uiteindelijk toe geleid dat we heel weinig vrouwelijke rolmodellen hebben, hè? Dus dan kom je eigenlijk tot de personen zelf. Rolmodellen zijn heel belangrijk ja, om stappen te maken in je carrière. Ook binnen het bedrijfsleven, weinig sponsorship. Er wordt weinig geïnvesteerd in de groei van talent. Nog steeds.
iedereen, bedrijfsleven heeft op topniveau, wordt er heel veel gesproken over vrouwen in de top. Maar er wordt nooit gesproken over vrouwen in de top met digitale kennis. Dus ja, nou ja, ik kan er een uur over doorpraten, maar we moeten verder. Maar dit is wel een heel, heel complex, complexe uitdagingen, zullen we maar zeggen. Ja. Ja. Ja, en ik zie ook een vraag van Arjen Lettinga, dat we kijken naar het betrekken van vrouwen in de digitale sector. En dat is inderdaad wel de kern waar we vandaag op focussen. En natuurlijk is er ook een hele case voor intersectionaliteit en andere culturen, leeftijden, et cetera. Maar we kijken vandaag vooral naar het betrekken van meer vrouwen. En misschien kunnen we op het einde nog kort even een discussie ook voeren over andere culturen. Dat kan wel interessant zijn. Dus laten we dat misschien nog even doen. Maar bedankt voor de vraag inderdaad. Janita, heb jij nog iets toe te voegen hieraan? Nou ja, zoals Geke al zegt, het is inderdaad een heel complex probleem. Als ik kijk naar meer persoonlijk in mijn omgeving en mensen van mijn generatie, dan zie ik dat het ook het digitaliteit en digitale sector heeft best wel een stoffig en nerderig imago. En dat is niet per se open voor heel veel verschillende mensen. Dus als je het hebt over diversiteit in het algemeen, het is een best wel homogene groep mensen die erin werkt. Dat heeft het imago. En ik denk dat dat ook onderdeel is van het probleem, dat het niet snel aantrekkelijk gevonden wordt voor diversiteit aan mensen. Ja, dus eigenlijk zien we ook dat het onderwijs en het bedrijfsleven best wel met elkaar verwikkeld is in dit probleem. En dat die ook eigenlijk de aansluiting daartussen ook wel verbeterd kan worden, bijvoorbeeld. Ik denk dat we het probleem allemaal wel weten en begrijpen dat het opgelost moet worden. Dus laten we doorgaan naar de oplossingen. Liggen die ook dan inderdaad bij de politiek en in het onderwijs? Hoe zie je de oplossingen in het onderwijs, Geke? Wat kan daar verbeterd worden? Ja, nou ja, ik zei net al, hè, gewoon heel plat, gewoon salaris omhoog. Dat is natuurlijk wel heel erg kort door de bocht. Mm-hmm. Er gebeuren al heel veel dingen in de markt. Zelf hebben we natuurlijk ook initiatieven waar we ons heel erg richten op, wat Janita net zei, op beeldvorming, inspiratie, hè, het aantrekken en ook een stukje educatie. Maar ja, en zo zijn er heel veel, maar echt, weet je, echt de grote interventies, ja, wat mij betreft, weet je, is educatie echt een driver voor verandering. Dus ik vind dat in het onderwijs, weet je, waarom hebben we nog steeds, ik heb een dochter die zit in 5 VWO, nou, die anderen studeren al, maar waarom moeten wij vanaf de derde, tweede gaan kiezen en in een hokje geduwd worden? Hè? Er zijn nu onderzoeken dat meer meisjes kiezen voor NNT, natuur en techniek. Dat is de afgelopen 10 jaar gestegen, van 6% op VWO naar 26%. En in de HAVO, nou ja, vergelijkbaar groei in ieder geval. Maar de vraag is, van waarom hebben deze meisjes gekozen voor NNT? En dat is niet omdat ze nou, in ieder geval dan praat ik even over mijn 3 dochters. En ik heb het ook gezien bij sessies met jonge meiden. Dat is omdat ze geen aardrijkskunde wilden of geen geschiedenis wilden. Dat is een negatieve. Ja, ik vind dat eigenlijk vanaf in ieder geval middelbare school moet softwareontwikkeling, coderen, moet gewoon een taal zijn. En weet je, waarom moeten kinderen per se Duits of Engels, maar maak softwareontwikkeling van een taal. Gewoon verplichte taal. Dus dat is al één ding. Maar ik ben er wel heel erg voor. En ja, in het bedrijfsleven, ja, weet je, daar moeten gewoon leiders komen die snappen dat het alleen maar zetten van KPI's in de boards. Wat ik daarmee bedoel, van 50% vrouwen in de board. Dan gaat het, ze moeten gaan investeren in de aanwas van jonge mensen. En het lef hebben om daar, we hebben 150.000 banen te veel in Nederland. Dus dat betekent dat je lange termijn moet gaan investeren. En daar zit het grote uitdaging van het bedrijfsleven, om die balans te vinden
tussen korte termijn succes en doorontwikkelen, maar lange termijn investeren in dit onderwerp. Ja. Mm-hmm. En Janita, hoe heb jij het ervaren? Want jij bent natuurlijk in een ander werkveld of een andere studie gestart en toen geswitcht naar een technologiewerkveld. Zou je daar iets meer over kunnen vertellen? Ja, ik ben gestart met een studie communicatiewetenschappen aan de Universiteit Utrecht. En dat is natuurlijk een redelijke niet-technische opleiding, waarbij ik een klein beetje statistiek heb gehad. En dat is het enige wat relateert aan data, het werkveld waar ik nu in zit. Ik heb een paar jaar geleden bewust de keuze gemaakt om mij meer te gaan inlezen in data en in technologie. En langzamerhand heb ik mezelf, nou ja, langzamerhand eigenlijk ging het redelijk snel, ik heb mezelf heel veel eigen gemaakt in dit vakgebied. En ik kreeg namelijk steeds meer de aha-erlevenis, zoals je het kan noemen, van alles is data en alles is technologie. En als we kijken naar waar de bedrijven heen gaan en waar de samenleving heen gaat, dan is dat nu al zo doordrongen door technologie en door data. Dat wordt alleen maar meer en meer. En als ik me daar niet op ga voorbereiden en mijn bedrijf waar ik werk, niet ga voorbereiden, dan zijn we echt veel te laat. Dus mijn bewustwording van alles is data en alles is technologie heeft ervoor gezorgd dat ik die stap heb gezet. Wat niet wil zeggen dat communicatie een slechte achtergrond is, want ook alles is communicatie, dus dat is wel eens mooi meegenomen. Wat ik heb gemerkt is dat het niet heel groots is om zo'n overstap te maken. Het is niet per se dat je 4 jaar weer een opleiding moet gaan doen en niet kan werken. Het kan naast je werk tegelijkertijd met je werk. Juist omdat het zo doordrongen is, de hele samenleving van technologie en data, is het heel makkelijk om daar het jezelf eigen te maken erin. Dus ik denk dat dat ook een goede boodschap is naar velen om ons heen. Het lijkt misschien verder weg dan dat je denkt. En op het moment dat je daar stappen in zet, dan is het redelijk snel te maken. Ja, wij hebben echt heel veel ook voorbeelden in ons eigen team van dames die geschiedenis hebben gestudeerd en naar de carrièrebeurs gingen. En ik heb ze weten enthousiasmeren en dat is eigenlijk wat we met heel Nederland moeten doen. En deze dame in software, die heeft zich laten omscholen in softwareontwikkeling. En die is super blij met haar baan. En zo zijn er heel veel voorbeelden. Gisteren nog een dame in de farmacie die zich wil gaan omscholen naar data science. En weet je, het is veel meer de beeldvorming die we met z'n allen schetsen. Dat dit een onmogelijk vakgebied is dan het daadwerkelijk is. Want, en dan kom je natuurlijk ook op recrutering van de bedrijven zelf. Die recruteren heel erg van, ja, wat heb je gedaan? In plaats van, wat kan je? En als wij in Nederland meer vrouwen willen gaan aantrekken in dit werkveld en daarmee ook dat gat van, wij noemen het dan de talent gap, willen dichten, de digital talent gap willen dichten, dan zullen we ook, dan kunnen we niet alleen maar meer kijken naar wat heb je gedaan en wat voor studie heb je gedaan. Nee, waar liggen je interesses? Hoe gemotiveerd ben jij? En ik geloof, weet je wel, je moet sowieso constant blijven leren. Ik vind het jammer dat ik zelf uiteindelijk, ik kom van een generatie dat mijn vader zei, joh, jij gaat bedrijfskunde doen. Ik was supergoed in wiskunde en bij mij is dat. Maar eigenlijk vanaf nu is het bijna niet meer mogelijk om je niet te gaan verdiepen in wat Janita ook zegt. Dit soort technologieën. Je krijgt er wat je ook gaat doen, zeg ik altijd. Ja, we hebben nu een jonge dame in ons team die heeft Law Technology en Ethics. En je ook op dat gebied krijgt ermee te maken in de farmacie, in de healthcare, in de retail, welk vakgebied ook. Dus laten we het ook gewoon integreren in ons onderwijs. En dat is denk ik gewoon constant mijn boodschap. En uiteraard naar de vrouwen zelf, wat Janita net zei. Weet je, als je er interesse voor hebt, ga het gewoon doen. Ja. En aan ons allen natuurlijk om dat die boodschap ook naar buiten te brengen. Ik zeg niet dat iedereen dit moet gaan doen. Maar het imago wat Janita zei is nu wel heel negatief, zeg maar. Nog steeds, helaas.
Ja. Dus wat kunnen we gaan doen, bijvoorbeeld in het hoger onderwijs of in het onderwijs, dus de MBO, HBO, WO, om studenten meer te gaan inspireren om deze stappen te nemen? Wat zijn manieren, wat zijn dingen die zij zelf kunnen doen en wat zijn dingen die docenten kunnen doen? Ja, Janita. Sorry, ik moet even een naam erbij noemen natuurlijk. Nou, ik denk als ik kijk naar wat studenten zelf kunnen doen, is dat je wil weten als je iets studeert, waar je uiteindelijk terecht te komen, wat je studeert, waar je het voor doet. En wat ik zelf heb gemerkt is, destijds vond ik het gat tussen een studie en uiteindelijk het bedrijfsleven vond ik erg groot. En ik denk dat als je als student al eerder gaat verdiepen in het bedrijfsleven of bij overheden, in ieder geval op je baan in de toekomst, dat je dan al meer bewust wordt van de kennis en kunde die je nodig hebt. En daar wellicht ook wat meer je vak op kan gaan uitkiezen. Plus, hoe kan je weten wat je interessant vindt als je het eigenlijk nog niet hebt meegemaakt? Dus het nut van stages, van meeloopdagen, dat is heel groot. En ik denk dat als student dat je daar prima kan aankloppen bij vrienden en familie om je heen. En er zijn ook instanties voor. Zodat je daar wat meer kennis van hebt en dus wat meer gegrondere keuze kan maken voor je studie en je vakken. Ja. Ja, ik denk ook, kijk, ik weet het niet, maar ik denk dat docenten ook, zeg maar, het beeld moeten hebben van wat is er allemaal in de markt. Want er zijn namelijk heel veel initiatieven waar je ook de jonge vrouw attent op kan maken. Kijk, zelf hebben wij een match en mentor platform en zijn we aan het groeien. Waarbij je eigenlijk ook in je derde, vierde jaar, en er komen steeds meer studenten, zie ik ook, zich aanmelden. Daar zit een dijk van kennis en ervaring. Inmiddels bijna 500 vrouwen die allemaal in het werkveld werken. Meer dan 120, 105 hebben zich inmiddels aangemeld als mentor. Dus dat zijn van die initiatieven waar je laagdrempelig vrouwen mee. En dan noem ik even specifiek ons initiatief, maar zo zijn er meer. En ik denk dat docenten zich misschien ook meer bewust moeten zijn waar ze die inspiratie voor hun leerlingen misschien vandaan kunnen laten halen. Om ze daar ook, zeg maar, van dat soort communities, zodat ze zich ook al eigenlijk vrij vroeg kunnen gaan oriënteren. Wij organiseren elke maand een tech talk bijvoorbeeld, of om de maand en om de maand een mentor meeting, waarbij we ook allemaal tips geven, maar ook om de twee maanden een sessie doen over cybersecurity, over technische relevante onderwerpen van nu. Nou, wij zijn niet de enigen die dat doen, wij richten ons dan wel natuurlijk heel specifiek op de instroom en doorstroom van vrouwen. Maar zo zijn er misschien wel meer initiatieven. Belangrijk denk ik dat er een beeld is, ook bij docenten, van wat er allemaal is, waar ze ook de studenten, zeg maar, ook degene ook die niet, zeg maar, technische studie hebben gedaan, dat ze die daar naartoe kunnen verwijzen, zeg maar. Ja, ik ben zelf, ik wil nog iets, want ik ben, wij hebben een samenwerking bijvoorbeeld met Integrant, studentenorganisatie. En volgende week hebben zij ook een initiatief dat heet dan Techniek op Hakken. En ik zeg, joh, volgend jaar moeten jullie echt die namen gaan veranderen. Want ja, weet je, want als je het al hebt over Techniek op Hakken, dan weet je eigenlijk al van tevoren dat je alleen maar vrouwen gaat aantrekken die een technische studie hebben gedaan. En ik probeer juist constant eigenlijk te prediken van, joh, als je nu kijkt in de markt naar alle vrouwen die daar werken, een heel groot deel heeft geen technische studie. En iemand stelde net een vraag van NNT, als je arts wilt worden, ja, weet je, tuurlijk. Je ziet natuurlijk heel belangrijk, maar wat je ook ziet van de meiden die NNT hebben gekozen, dat maar 1 van de 5 kiest voor een meer technische vervolgstudie. En dus dat is allemaal wel, weet je wel, waar je rekening nog steeds mee moet houden. Dus heel veel beeldvorming.
En ik denk dat we daar met z'n allen een hele belangrijke rol kunnen spelen. Eigenlijk iedereen. Als je op een feestje zit, als iemand zegt, oh, mijn kind gaat wiskunde studeren. Ik heb het zelf meegemaakt. Oh, echt, wat, hè, een meisje. Ja, oh, wat moeilijk. Nee, het is niet moeilijk. Weet je wel? Zo. Het zit heel erg in het heel dicht bij ons. Dat het onmogelijke binnen dit werkveld voor meiden, voor vrouwen. En dat moet er uitgeslagen worden. Ik weet niet hoe. Dat is echt belangrijk. Ja. Ja. Ja, want Janita, jij hebt een mentor gehad die jou verder heeft geholpen om die transitie een beetje te maken. Hoe heb je dat ervaren en zou je dat aanraden aan andere mensen om zoiets te doen? Ja, inderdaad. Ik was binnen mijn carrière bezig om met persoonlijke ontwikkeling. En ik denk dat dat eigenlijk niet uitmaakt waar je in je carrière staat. Dat je sowieso goed is om na te denken over je persoonlijke ontwikkeling. En ik merkte dat ik bij de normale kansen binnen ons bedrijf daar niet verder in kwam. Hè. We hebben natuurlijk een personeelszaken en managers en allemaal opleidingen. Maar het bracht me niet wat ik nodig had. Maar eigenlijk wist ik niet wat ik wel nodig had. En uiteindelijk was ik via Geke in contact gekomen met een mentor. En het doel van een mentor is om onafhankelijk, dus buiten jouw bedrijf, en eigenlijk iemand die je misschien nog helemaal niet zo goed kent, om dus onafhankelijk jouw advies te geven in wat je maar nodig hebt. En zelfs als je niet zo goed weet waar je advies in nodig hebt, is zo iemand heeft door die senioriteit heel veel kennis over waar je verder in kan ontwikkelen, wat je kan doen, wat je moet doen. En dat heeft mij geholpen om meer te vormen wie ik ben binnen mijn baan. Maar ook gewoon persoonlijk natuurlijk. Dus ja, dat is aan te raden. Ook omdat het redelijk makkelijk is om een mentor te nemen. Het is in deze zin via Rightbrains is het gratis. Het is toegankelijk. Het is leuk ook om met iemand te praten over iets wat speciaal voor jou is en voor jou van toepassing. Ja, en het heeft mij echt concrete resultaten gebracht. Dus ik zou ook zeggen, zelfs als je studeert, kan je prima een mentor nemen. Want dat is iemand die jou gewoon verder kan helpen met waar jij op dat moment behoefte aan hebt. Ja, dat is heel leuk om te horen. En ik denk dat het misschien voor sommige mensen ook moeilijk is om de eerste stap te zetten. En het is wel ook heel inspirerend om van jou te horen dat jij gewoon bent gaan zoeken en gaan vragen. En dat is ook wel iets wat we denk ik kunnen meegeven aan anderen om dat gewoon te doen. Dat mensen open zijn om te helpen. En ja, ik zie hier weer een vraag van Arjen. In hoeverre worden de jonge dames die enthousiast zijn over werk in de digitale sector ingezet om hun ervaringen te delen onder studenten? Misschien wil jij die nemen, Geke? Ja, ik denk eigenlijk, weet je, er is in Nederland al 10 jaar een initiatief van VHTO. Daar zijn heel veel vrouwen ook vanuit bedrijfsleven die op middelbare scholen, regelmatig betrokken worden om hun verhalen te delen. Wij doen dat natuurlijk zelf ook. Hè. Wij doen dat dan in Word en dan eens in de maand, zeg maar, dan live. Maar zo zijn er heel veel. Ik denk eigenlijk dat wij vrouwen echt wel heel veel doen. En ook heel veel bereidheid is om dit te veranderen en te helpen. Maar wat ik net al zei, weet je, als je echt een snelle verandering, en iemand zei hier van ja, als alles data wordt, hè, dan moeten we dan niet dat hele curriculum op de schop. Ja, nou misschien niet het hele curriculum, maar ja, ik denk wel dat het curriculum totaal niet meer aansluit bij de markt. Dus ik, en dat zijn natuurlijk, dus ik, ja, daar ben ik echt wel een enorme voorstander van. Hè. Je ziet toch dat al vrij jong, iedereen wordt in hokjes geduwd. En ik denk dat dat niet meer aansluit bij, dat, nou, dat is sowieso mensen in hokjes duwen niet. Maar dat, even in het grotere geheel, dat sluit niet aan bij de markt.
Dus ja, degene die opmerking maakt, ik ben daarvoor. Maar ja, dan moet mevrouw Mona Keizer wel wat gaan doen Ik op denk dat ook gebied. dat inderdaad, als je data en data-analyse meer integreert in de vakken, dus niet per se als apart vak geeft, maar gewoon ook echt integreert in hoe er omgegaan wordt met de lesstof, dat het dan ook veel natuurlijker gaat. Want je hebt als leerling al veel meer mee te maken gehad. En dan is het niet een vak apart, maar onderdeel van eigenlijk hoe het ook in de samenleving is, al onderdeel van alles. Ja, ik weet niet of dat zo is, want ik heb nooit geneeskunde, maar zo kan je eigenlijk bij elke studie wel bedenken hoe die zich ontwikkelt op het gebied van digitalisering en technologie. Dus als je bijvoorbeeld rechten studeert, dan moet zeg maar alle IT-ontwikkeling en digitalisering moet in dat rechten moet gewoon een onderwerp zijn waar je over leert. Als je healthcare, als je arts, dan moet het onder andere gaan ook over data science natuurlijk. En ook over ethiek, want er worden heel veel data science en algoritmes ontwikkeld, hè, door witte mannen, waarbij, hè, er zijn zelfs ja, hele dramatische, met dramatische gevolgen, omdat het algoritme alleen maar wordt gemaakt door mannen. En in de geneeskunde wellicht ook leren over robotisering. Want die hele branche, als het gaat om arts of als je een chirurg. Ja, weet je, er zijn zoveel ontwikkelingen. En ja, ik vind dat afhankelijk van de studie die je kiest, moet het onderwerp absoluut geïntegreerd zijn in het curriculum. Ja. Maar dan heb je natuurlijk wel weer de mensen nodig, hè, die dat kunnen geven. En dat is, ja, en dan kom je op mijn eerste punt van die salarissen. Ja. Ja, zo blijft het eigenlijk een cirkel van problemen die Ja. elkaar ook beïnvloeden. Waardoor, ja, het is extra belangrijk dat we dit gesprek blijven open natuurlijk. En ik zie hier een vraag van Robert over de initiatieven van de Techniekpact en het leven lang ontwikkelen van de SER. Gebruiken jullie dat binnen Rightbrains? Nou, mijn ervaringen met de overheid is dat het gewoon allemaal veel te lang duurt. Alles duurt veel te lang. Weet je waar we het vandaag over hebben? Ik ben in 2002 gaan ondernemen. Ik heb eerst 10 jaar een consultancybedrijf gehad op het bij grote bedrijven, Snijvlak Business en IT. Toen speelde dit al. In 1990 had je het Fion voor de wat gematureerde heren en dames hier, zoals ik. Jullie kennen dat misschien nog wel, Pion. Weet je, dat was ook al in die tijd, was dat om mensen om te scholen in de IT. Het was een ander soort IT, maar het was IT. Ook daar werden toen al, hè, werd er al hadden we eigenlijk al dat tekort aan IT'ers. Dus het onderwerp is absoluut niet nieuw. Alleen de overheid gaat praten. Onderzoek doen, die duurt een paar jaar. Vervolgens komen er plannen, die duren een paar jaar. Tegen de tijd dat dat klaar is, is de markt alweer veranderd. Dus er moet veel sneller moet er actie genomen worden. En ja, en ik denk dat dat toch moet komen vanuit het bedrijfsleven. Oké, en dan weer de politieke kant. Misschien Janita, wil jij deze vraag beantwoorden over wat vind jij van een minister voor digitalisering? Denk je dat dat kan bijdragen ook aan het helpen van het oplossen van dit probleem? Ja, nou ja, eigenlijk zouden alle ministers meer digitale kennis moeten krijgen en meer moeten snappen wat het gebruik van data en techniek is. Speciaal minister voor, ik vind het wel een goed idee. Zullen vast ook wel haken en ogen aan zitten. Alleen je geeft het dan wel meer zichtbaarheid en dat is sowieso belangrijk. En initiatieven die daaruit kunnen voortkomen hebben natuurlijk ook weer invloed op andere ministeries. Als je meer digitalisering binnen het onderwijs wil, dan zit je met de OC&W erbij. Dus ja, speciaal minister, dan moet zo'n persoon wel daadkracht hebben en ook echt zaken kunnen uitvoeren en snel, zoals Geke zegt. Maar dan is het zeker een mogelijkheid.
Ja, en ook dan vooral een minister die daar kennis van heeft, hè? Ja, dat lijkt me wel voorwaardelijk. Ja. Ja. Maar eigenlijk zou je het liever wat breder zien door het hele systeem eigenlijk. Dat er meer wordt nagedacht over digitalisering. Ja, weet je, er worden beleidsplannen gemaakt door mensen die niet met hun voeten in de modder hebben gestaan. Als het gaat om dit, hè, zoals Janita, nu al van jonge leeftijd hiermee te maken heeft. Dat kan gewoon niet. Ja, tenminste, dat vind ik. Je kan geen verstand, en dat geldt ook voor het bedrijfsleven, als jij apps moet ontwikkelen, hè, of hele grote systemen moet implementeren, dan moet je als directeur daarvan weten welke besluiten je neemt. En je moet goede keuzes kunnen maken. En dat kan niet meer dat je dan helemaal geen verstand hebt van dit werkveld. Dat kan gewoon niet meer. Ja. Ik zie heel veel links voorbij komen naar extra informatie, dus super bedankt daarvoor. Is iemand misschien die dat zelf nog even wat meer wil toelichten daarover? Over die links die ze gedeeld hebben, informatie. Misschien dan even, hand opsteken. Robert, zou je even de andere Robert willen unmuten? Ja. Oké, ik ben onder andere ook een deelgenoot van iets dat heet het versnellingsplan onderwijs innovatie met ICT. Dat bestaat nu een paar jaar. De Vereniging Samenwerkende Nederlandse Universiteiten, Vereniging Hogescholen en SURF zijn daar met 8 groepen bezig. Bijna iedereen doet mee en ze zijn heel fanatiek aan het bijscholen van docenten, aan nieuwe initiatieven ontwikkelen op het gebied van flexibilisering van onderwijs. Ook op het gebied bijvoorbeeld van bijvoorbeeld dat data-driven waar ik het net over had. Dat zit bij ons gewoon dom in de deeltijdcurricula, maar ook bij human resource management en dat soort partijen. Dus dat zit er gewoon in. Want je bent gewoon niet actueel meer als opleiding als je dat gewoon niet integreert. Dus ik denk dat er wel degelijk iets gaat komen waardoor bijvoorbeeld bij de HRM-opleiding, daar zitten toch gemiddeld genomen wat meer vrouwen dan mannen nog. En bij de BIM-opleiding is het omgekeerd, maar die krijgen dus wel allemaal data-analyse nu. Die zijn ook gewoon hardcore aan de gang. En omdat je dat toch moet en omdat je daar toch producten voor oplevert, krijg je er ook wel lol in. Dan denk je, oh, dat is eigenlijk best leuk. Dus ja. Dat kan wel. Maar ja, je hebt wel tijd van leven nodig. We zijn daar 2 jaar geleden mee begonnen, dus moet nog groeien. Ik denk ook dat het erg goed is, omdat als er vanuit een HR-afdeling meer kennis is van data en van technologie, dan is het ook meer bewustwording van misschien moeten hier onze mensen verder in scholen, misschien moeten we bedrijven verder in voorbereiden. Dus niet alleen maar dat de studenten zelf de kennis van hebben, maar ook dat zij later in het bedrijfsleven als afgevaardigden van HR daar al meer van weten. Ik denk dat dat heel waardevol is. Ja. En ik denk dat voor jullie echt heel... En ik weet dat er zijn uiteraard, Robert, hele goede initiatieven. Maar het gaat gewoon heel langzaam. Hè, dat is het. Eens. Ja. Nee, ik zie dat ook. Ja. Maar goed, weet je, ik ben wel... Nou, ik zou niet doen al 10 jaar wat ik doe. Ik denk als we met z'n allen, weet je wel, gewoon hier schouders onder zetten. Op wat voor gebied dan ook. Dan gaat er echt die verandering wel komen. Maar de vrouwen zelf moeten natuurlijk, die in het werkveld werken, die moeten natuurlijk wel ook wat gaan doen om de jonge vrouw weer te motiveren en stimuleren. Want we weten ook dat vrouwen die gekozen hebben om te werken in dit werkveld van digitalisering en technologie, dat na 1 jaar weer meer, dat 50% meer vrouwen uitstroomt dan mannen. En dat gebeurt op mid-career gebeurt dat meer. Dus daarom is die mentoring, hè, waar Janita het net over had. En ik geloof daar gewoon heel erg in. En ik ben ook blij met
nou ja, dat Janita in dit geval meer op ons platform ook ja, die mentoren vinden. Wat wel zo is, is dat we de jonge vrouwen echt enorm moeten aansporen om ja, ook om gewoon naar een mentor hè, toe te stappen. Hè. Dus er zit natuurlijk bij de vrouwen zelf ook wel vaak een drempel of onzekerheid. En die hebben we ook nog te overwinnen. Dus we hebben heel wat te overwinnen, zeg maar. Maar als we daar met z'n allen gewoon heel positief over blijven en we zien die stappen. Nou ja, wat jij net zei, Robert, hè, goed dat dit gebeurt in het onderwijs. Ik denk dat het nog niet overal zo is, maar er gebeurt al wel heel veel. Ja, ja. Ja, wel een interessante vraag hier van. Sorry. Een interessante vraag hier, even kort tussendoor, van Arjen: of de mentoren overwegend mannen of vrouwen zijn? Allemaal vrouwen. Ja. Want is dat omdat alleen vrouwen gevraagd worden? Of is dat puur omdat zij zich aanmelden? Ja. Ja, wij hebben zeker ook een aantal mannen op ons platform. Maar ik zeg dan, ik krijg natuurlijk wel eens, ik zeg nou, je mag meedoen, maar dan moet je wel 10 vrouwen meenemen. Dus nee, het is echt bedoeld, kijk, de leaky pipeline waar ik het net over had, dat er elke keer, we weten dat, nou, zodra er heel veel vrouwen, genoeg vrouwen zijn in dit werkveld, dan hebben we dit niet meer nodig. Maar voorlopig zijn er nog heel veel vrouwen die soms maar helemaal alleen of met z'n tweeën zijn binnen een grote afdeling mannen. En dan is het gewoon heel fijn om van een ander bedrijf een vrouw of een vrouw, een gelijkgestemde en een mentor te vinden van iemand die al verder is in zijn carrière. Wat trouwens ook zo is, is dat de vrouwen die al op zeg maar CIO, IT-directeur en een mentor hebben, die vertellen ook dat zij er weer heel veel van leren. Dus het is ook een beetje beide kanten op. Ja, dit is echt hartstikke leuk. We hebben bijna 500, bijna alleen maar vrouwen nu. En 30% daarvan zijn starters, dus studenten 0 tot 2 jaar en jong professionals. Dus wat ik hoop dat we een beetje zo'n verdeling kunnen houden van starter, mid-career, seniors. En dat gaat, ja, dat groeit hartstikke hard en is heel leuk, ja. Mm-hmm. Oké. Ja, Arjen had nog een vervolgopmerking, de allerlaatste, en dan ga ik hem afsluiten. Over deze voorwaarden van 10 vrouwen meenemen, wat bedoel je daar precies mee? Misschien dat het nog even iets meer toegelicht kan worden. Nou, ik zeg altijd, als we het thema, we praten veel te veel over diversiteit, we willen allemaal dat diversiteitsthema tackelen, want we weten uit onderzoek, diversiteit leidt tot meer innovatie, meer succesvolle bedrijven. Maar in dit geval hebben we gewoon een overschot aan banen. Dus wat we in eerste instantie moeten doen, is vrouwen aantrekken en behouden. En daar kwamen we, dat was echt de start van deze sessie. En wat ik dus... Mijn initiatief richt zich op het aantrekken en behouden van vrouwen. En dat doen we voornamelijk met vrouwen. Maar tegelijkertijd hebben we de mannen, want we hebben nog steeds 90% IT-directeuren dat zijn mannen. De mannen hebben natuurlijk hartstikke hard nodig. Maar zij hebben een andere rol. Dus de rol die zij hebben, is om juist die vrouwen te stimuleren. Dus dat bedoelde ik daarmee. Weet je wel, dat ze komen daar niet voor zichzelf. Ze komen daar om meer vrouwen te stimuleren, aan te trekken en te behouden. Dus daarom, dat bedoelde ik daarmee. Ja. Oké, okay. Ja, bedankt. Even kijken hoor. Nou, dan gaan we. We zijn al aan het einde van de sessie gekomen en ik denk dat ik dan even wat afsluitende dingen ga zeggen. Iedereen heel erg bedankt voor alle vragen en speciaal ook Janita en Geke bedankt voor jullie toelichting, mening, oplossingen, ideeën en ook inspiratie. Dus eigenlijk de belangrijkste punten van vandaag zijn dat we ons moeten gaan richten op educatie. Hoe kunnen we de educatie zo veranderen dat we wat meer gaan focussen op
op vrouwen inspireren ook hiervoor? En in het algemeen, hoe zorgen we dat dit in het hele curriculum te zien wordt, dat we meer met data en technologie moeten gaan werken? Het gesprek openen was een heel belangrijke. Techniek is voor iedereen. Iedereen kan dit als ze dat willen. Durf te vragen, durf om hulp te vragen. En eigenlijk het belangrijkste, we doen het samen met z'n allen. Om te zorgen dat we dit probleem gaan oplossen. Volgens mij heb ik het zo een beetje samengevat. Ja, goed hoor. Ik zie het trouwens heel leuk. Hier zie ik al iemand die zich als mentor heeft aangemeld. Dus hartstikke leuk. Ja. Leuk. Ja, nou bedankt iedereen voor deze sessie. En ik hoop dat we jullie volgend jaar weer zien bij Groene Paper. Dat is ook weer eind mei. Nou ja, fijne dag nog dan. Wens ik aan iedereen heel erg bedankt voor de vragen. Ja, leuk dat jullie er waren allemaal. Dank jullie wel. Oké. Okay.